met Mohammed Ben Sakour over je moeder. Althans, over een boek dat geïnspireerd is op je moeder, Mohammed. Je begon de uitzending met een heel klein stukje voor te lezen. Dat ging over haar. Hoe gaat het eigenlijk met je moeder? Op dit moment? Ja. Ze is nu uit het verpleeghuis. Ze woont nu thuis weer met mijn vader. En ze krijgt thuiszorg, 's morgens en 's avonds. En dat gaat net goed, want ze is blij dat ze uit het verpleeghuis is. Dat was haar wens. Waarom zat ze in het verpleeghuis? Omdat ze een herseninfarct is opgelopen drie jaar geleden in het Maastadziekenhuis. En toen moest ze revalideren in dat verpleeghuis, wat niet erg succesvol is gebleken. Ja, waar lag dat aan? Waarom het niet succesvol is gebleken? Nou ja, goed, je krijgt in dat verpleeghuis fysiotherapie. Dat was in het geval van mijn moeder niet zo erg denderend. In die zin dat ze geen bewegingsfuncties meer terug kon krijgen, behalve dan een beetje onderhoud. Maar nog dramatischer is dat ze logopedie krijgen. Die logopedie is in theorie een goed idee, maar die sluit niet aan op mensen als mijn moeder die niet kunnen lezen en schrijven. Omdat het hele logopedie in Nederland ervan uitgaat dat mensen kunnen lezen en schrijven. Dus al die methodes en methodieken, puzzeltjes, doolhofjes, allerlei... die zijn erg schools. Mijn moeder heeft geen school gehad. En dan kan je zeggen, ja, waarom heeft ze geen school gehad? Ja, dat is een gegeven. Ja. Ja, je moeder is... En dat geldt trouwens voor de hele eerste generatie. Bijna de hele eerste generatie migranten die geen school heeft gehad. Ja. Dus dat wordt nog eens wat binnen nu en 10 jaar straks. Je omschrijft over dat jouw moeder streng islamitisch is. En ook om die reden vaak botst met gewoontes die zij heeft en die het verpleeghuis heeft. Maar nu aansluitend op wat je zei, is dat jij ook voorstelde van... mijn moeder zou misschien veel makkelijker haar taal weer terug kunnen krijgen door gewoon... Het ritme van, wat zijn het? Versen uit de Koran. Dat, ik heb op een gegeven moment voorgesteld toen ik zag dat het helemaal misliep en dat dat niet werkt bij mijn moeder. En toen zei ik tegen die logopediste, dat was een externe ingehuurde specialist, daar had ik aangevraagd vanuit het Avasi-team Rijndam, in Rotterdam is dat. Die begon ook mijn moeder te screenen en dat ging op dezelfde manier als met haar vaste logopediste. En toen zei ik op een gegeven moment tegen haar, moet u luisteren, dit werkt toch allemaal niet bij mijn moeder? We zitten hier gewoon ons tijd te verdoen. En toen zei ze, nou, wat werkt volgens u wel? Nou, ik heb me een beetje verdiept in de logopedie en ik weet dat je met logopedie al een heel eind komt als je melodieus mensen probeert te helpen. Dus aan de hand van liedjes die ze kenden in hun vorig leven, dus als kinderen in hun jeugd. En als je daarmee begint, dan schijnt het dat de spraak op een bepaalde manier wordt geprikkeld. Dus zei ik tegen haar, mijn moeder heeft haar hele leven 5 keer per dag gebeden. En die Koran Soeras, dat is een vorm van zang, dus dat reciteer je. Dus ik zei tegen haar, kunnen we niet een lespakketje voor mijn moeder maken met Koran Soeras? Dat kan je gewoon heel makkelijk downloaden van het internet. Dus dat is, kind kan de was doen. En dan hebben we dat geregeld. Maar op het moment dat ik zei Koran Soeras, toen zei zij meteen, sorry, ik ga mij niet verdiepen in de islam. En daar kan je van alles over denken. Maar ik heb haar helemaal niet gevraagd om zich te verdiepen in de islam. Ik heb haar gevraagd om een lespakketje te maken wat aansluit op mijn moeder. Ja. En ik had verwacht dat ze ontzettend blij zou zijn met zo'n gouden tip, nietwaar? Een zoon die een beetje meedenkt. Ja, je had een rooster, hè, met je broers. Wat zegt u? Een rooster met je broers. Ja, we hadden zo'n rooster van ochtend, middag, avond. En in het boek beschrijf je ook, daar sta je dan niet bij stil, hoe anders het dan is om te eten het voedsel dat in Nederland gebruikelijk is in een verpleeghuis, maar in jullie familie niet. Ja, nee, dat is weer een andere kwestie. Mijn moeder is grootgebracht met traditioneel authentieke Berbergerechten. We hebben geen Berberrestaurant in Amsterdam, helaas. Ik ben bezig met een Berberkookboek. Maar in elk geval, die gerechten, die bietjes en die pulvruchtjes en de aardappelen met jus, dat op een gegeven moment had mijn moeder daar genoeg van. Dus ze at niet. En als je niet eet, dan gaat het misschien niet veel beter met je gezondheid. En in ieder geval kun je daar geen genezing van verwachten. Dus, en ze weigerden te eten. En toen bedacht ik, nou ja, goed, als mijn moeder die verpleegkost niet lust, dan nemen we gewoon onze eigen kostjes mee uit huis. Dus ik bakte niertjes, levertjes. Ik weet dat mijn moeder erg gek is op ingewanden en orgaanvlees en met levertjes en koekjes. Dat bakte dan mijn schoonzus. En brood en Marokkaanse harira-soep en muntthee en een thermoskan. Dus dat nam ik allemaal mee. En zo hadden we zo'n schemaatje. Maar na een week of twee werd weer roet in het eten gegooid. Want toen kon de horeca-chef naar mij toe en die zei, meneer Ben Sakour, het is niet de bedoeling dat u uw eigen voedsel mee uit huis meeneemt en dat hier in de kantine gaat opeten. Want
als iedereen dat zou doen, dan kan ik net zo goed de tent sluiten en dan kan ik opdoeken. Waarop ik zei, nou ja, goed, ik heb het idee dat mijn moeder hier de enige Marokkaanse is die eten en meeneemt naar huis. Als u failliet gaat als gevolg van het feit dat mijn moeder haar eigen, dan gaat het niet zo goed met uw tent. Maar hij zei, nou, moet u luisteren, ik begrijp het. U mag best wel uw eigen huisgemaakte kost eten, maar dan moet u dat elders doen, in de tuin. Ik kom het op neer. En want ik ga geen uitzonderingen maken op de regels. Nou ja. In de tuin. Nou, dat kan alleen bij mooi weer. En we weten dat het in Nederland iets vaker slecht weer is dan mooi weer. Dus al snel hield ook dat feestje op. Dus toen dacht ik, ja, ik moet een list bedenken. Want anders sterft mijn moeder door voedseltekort. Toen ben ik een beetje door het verpleeghuis gaan snuffelen en neuzen. En toen ontdekte ik de kelder. Als je op het... dat is een terrein voor onbevoegden, weet ik. En dan druk ik juist op dat knopje. Maar toen ben ik naar beneden gegaan. En toen ontdekte ik in de kelder een ruimte. Waar een soort gereedschap zit. Maar ook een rommelhokje waar allerlei dozen zaten. Van proviant, blikken met wortelen en erwten. Maar ook kerstversiersels. En daar heb ik de winter overleefd met mijn moeder. In die kelder waar gingen jullie eten. Met kaarslicht. Ja. Ja. Uiteindelijk is dat trouwens ook op een gegeven moment was het veel. Ja, op een gegeven moment. Ja, we zijn nooit betrapt. Maar, en er heeft nooit iemand ons erop aangesproken. Maar op een gegeven moment zat er een nummerslot op die deur. Dus dat was dat feestje. Maar toen trad de lente alweer een beetje. Dus toen konden we weer in de tuin gaan zitten. Met het interessante van het boek is, behalve de mooie geschiedenis van je moeder, of mooi in de zin van mooi beschreven, dat het natuurlijk een probleem is wat heel groot op ons allemaal afkomt. Namelijk dat er veel Marokkaanse, Turkse, allochtone mensen zijn die in een verpleeghuis terechtkomen en niet gewend zijn. Is het niet veel eenvoudiger als er gewoon Marokkaanse, Turkse en andere verpleeghuizen komen waar mensen zich thuis voelen? Ja, ik was gefrappeerd dat in de hele regio Rijnmond, waar toch wel behoorlijk wat aantal allochtone mensen, niet-westerse allochtonen zoals ze heten, wonen, dat er niet één enkel verzorgingshuis of verpleeghuis is dat een klein beetje rekening houdt met deze mensen. En ja, ik voorspel binnen nu en 10 jaar, er hangt een catastrofe boven ons hoofd en we weten het niet. We hebben het voortdurend over het Marokkanen-debat, maar dit punt. Dus de vergrijzende allochtone medemens, die klopt aan de poorten massaal binnen nu en 10 jaar van de zorg. En daar zijn we niet op berekend. We hebben het heel lang in Nederland even geouwehoerd over het multicultureel samenleven. Waaronder de heer Frits Bolkestein ook zijn steentje aan heeft bijgedragen. Maar we hebben het bijna nooit gehad over het multicultureel samensterven. Mm-hmm. En dat is nu een punt wat volgens mij wel heel erg gaat spelen. En, je hebt in je boek, beschrijf je ongelooflijk veel tijd aan je moeder besteed. Ja. Elke dag weer. Jullie waren met z'n zessen bij elkaar, zes kinderen? Met z'n vijven. Met z'n vijven. Ja, mijn vader zes. Ja. Ja. Maar je zegt eigenlijk, mijn moeder kon in haar eentje die vijf kinderen opvoeden, maar die vijf kinderen kunnen niet zorgen voor die ene moeder. Nou ja, het is een vraag die mij bezig hield. Mijn moeder heeft vijf kinderen grootgebracht met liefde en alles erop en eraan. Maar wij vijf kinderen gingen bijna ten onder aan de zorg van één moeder. Ja. En ik kan dat niet helemaal uitleggen. Ik heb daar natuurlijk wel ideeën bij, want een kind groeit op en daar heb je iets positiefs bij. Maar een moeder, zeker in mijn geval, is iemand die alleen maar achteruit gaat. En dat is niet zo. Nee, dus ik hoop op verschillende manieren dat dit boek in ieder geval mensen wat aan het denken zet. Dat er iets aan de hand is wat we niet. Wat vindt ze zelf van het boek? ik heb het haar niet willen vertellen in eerste instantie. Omdat ze. Ik moet ook zeggen, mijn familie is ook niet erg blij met de dingen die er hierin staan. Vrij intieme dingen die je in de Marokkaanse cultuur niet naar buiten brengt. En mijn moeder heeft altijd een anoniem leven geleid in Zwijndrecht, op 9 Hoog nu. En die zal straks anoniem sterven. Die gaat in een kist terug met Royal Air Maroc naar het plaatsje, dorpje in Marokko. En zal daar anoniem sterven en onder de grond. En nu ruk ik haar als het ware uit de anonimiteit. En daar schrik ze van. Maar ik heb een stem willen geven aan een moeder die geen stem meer heeft. Dat is eigenlijk het hele doel van dit boek geweest. Ze is haar spraak kwijt. Heeft het schrijven van het boek jou iets gedaan? Ja, heel veel. Het heeft meer mensen van mij gemaakt. En meer bewustzijn van de dood. De dood, ik heb nog nooit zoveel sterfgevallen meegemaakt als in de periode dat mijn moeder. Dus de dood liep echt als een soort vriend aan mijn zijde. En ik heb de geur ervan opgesnoven. Ik heb het aangezicht ervan gezien.
En ik heb ook het gezelschap van de dood mogen ervaren. En dat vind ik heel verrijkend. Ja. Het is een mooi boek. Dankjewel. Ja, dat is het.